Yo mensen en welkom bij deze allerlaatste poolwedstrijd hier van de Community Cup. Natuurlijk op mijn kanaal en ja, deze wedstrijd was vooraf al gezien. Ja, het ging nergens meer over eigenlijk, maar toch, het is blijft FIFA, het blijft leuk om te kijken. Dus ik raad jullie zeker aan deze wedstrijd te kijken. Ik heb hem zelf natuurlijk al gezien en er gebeurt natuurlijk ook nog van alles. Hij gaat tussen Michel en Matthijs. Matthijs is al eerste, Michel is al tweede. Dus ik wens jullie veel plezier bij het kijken en let's go! Hey, we gaan weer de zesde wedstrijd spelen van het toernooi. En ja, eigenlijk gaat deze wedstrijd helemaal niks meer over. Want beide zijn wij al wel door. Dus we dachten, we gaan voor de lol gewoon lekker Ajax-PSV doen. En kijken wie ermee gaat winnen. Dus hopen dat ik deze keer wat meer geluk krijg dan het seizoen van PSV. Dus kijk, ja, ik ga nu echt vol op mijn nog steeds mijn beste opstelling erin zetten. Nog steeds met spelers. Ik zit echt te twijfelen om van Rijn te gaan rijden. En Sillis eruit te halen volgens mij. Ik heb zo'n schijntekel aan Sillis op FIFA. Ik zit twijfel dat ik Maddo Koch erin zal doen. Dat is de enige hezenaar op FIFA. Nee, geen kick op glitch. Nee. Ik hou hem in. Nou, ik zag hem alweer vliegen. Ik denk, die gaan we even tegenhouden. Nou, daar komt Locadia al. Oh, wauw, dat was echt... Oh, Dead Voorzet! Ja, Dead Voorzet! Dat was allemaal tactiek! Dus om jou van je game te houden. Zeg van, oh, natuurlijk, hij kan die voorzetten. Dat is allemaal tactiek. Koppen. Nou, Arias, jij kan ook helemaal niks, zo te zien. Nee. Komt hij op Siem's hoofd. Oh! Maar wel super inwoordig. Ja, daar is nu juist een chill aan. Hè. Hier, check dit. Dit is gewoon fucking chill. Ja, dat moet mooi zijn natuurlijk. Oh, ja, ga jij met een hakje uit? Oh ja, deze score ik wel, ja. Oh, dead tackle. Maar Siem. Oh, mooie goal. Siem. Ah, je had alleen gestopt moeten worden. Ja, ik denk ook dat wordt geblokkeerd, maar nou, gelukkig ging iedereen. Nou, ik vind Siem zoveel beter in de spits dan Siem. Dus. Ja, als ik het zo zie, jij kan goed koppen en ik best prima schieten ook. Ja. Oh. Ja, daar gaat Bojan. Oh. Oh ja, als wow, ik het zo. Ik had niet verwacht. Ja, nee, wie wel? Kut Arias. Lul. Oh, lekker man! Nee, het is sneeuw zweten. Ja? Voor jou kun je niet kijken hoe lekker zweten. Memphis Depay. Ik weet niet. Wie komt er onderdoor? Dat weet ik ook niet. Maar het is wel een echte PSV-fan volgens mij. En dan vind ik het best prima. Jongen, volgens mij wel. Ik weet niet wat ik nummer was. Ik kan er best wachten dat die zweet verkeerd zou gaan. Ja, dat een te hard paast ofzo. Ja, of dat de keeper hem nog pakte. Ja, kop Arias. Oh, dit gaat zo vaak fout, hè. En dit is alleen maar op seasons. Oh. Gelukkig pakt hij het goed op. Oh, kluts. Trustbewustheid. Ja. Oh, vies. Is ook goed tactisch. Zo. Weg ermee, godverdomme. Nee, met de rust. Vind ik prima. Ja, ik moet echt even wissel aanbrengen, want er is te weinig verdedigende actie nu. Of te weinig aanvallende actie, bedoel ik. Gaat gelijk op. Ja. Maar gaat op zich wel redelijk. Hoor. Oh nee. Dat zweet. Oh, scheids. Oh, dit is nu buitenspel. Ja, maar er was niks aan de hand. Ja, er was niks aan de hand. Dat was geen. Maar ik denk, ik wou hem wel voorgeven, maar ik wou hem niet eigenlijk zo zacht zweet. In plaats daarvan schoffel je mij gewoon volop onderuit. Nu, Siem. Naar Bojan! We gaan moeten koppen, dat gaat niet werken. Oh, oh ja, Titon nog met... Die had ik niet naar zien komen. Ja, ik ook niet. Titon en Malen, volgens mij. Nee. Ja, Siem. Oh! Ja, Siem! Oh! Nee! Aids! Aids! Ja, hij is weg. Oeh, had ik bijna rood. Ja, dit is prima! Oh! Als iets verder weg was, was de goal. Nee. Nee, niet lekker. Totaal niet lekker. Oh. Ja. Oh, ik kon er net niet bij. Sillissen, dat stond wel heel raar. Gepositioneerd. Oh, Maier. Maier. Oh, shit. Ik had eigenlijk die vrije trap moeten nemen. Goed. Counter. Oh. Tot zover een goede touch en een schoffel. Dat was een rondvlaar. Dat was een rondvlaartje. Kijk, dit wordt eet, dat kan wel meewerken. Kijk, en dit ook. Oh! Oh, vertellen ze! Nee! Ja! Jammer. Ja! Nee! Ja! Jozef, nee! Oh, zinnen ze, jongen! De red je het toch wel, hoor. Oh, kut. Kijk, kiek.
Wijnaldum. Maher. Jozef. Ah, hij doet het niet. Nee. Ja, Siem. Het zal toch niet? Nee, nee. Ja, heet. Nee. Yes. Oh, dat ging ook nog bijna fout. Oh, het ligt helemaal op. Doe maar Siem. Oh, hij dacht dat hij nog in zat. Holy shit. Nee. Open je reddetje dan maar. Open je reddetje. No! Oh. Is dit het einde van de wedstrijd? Ik weet niet. Nee. Holy shit. Fly naar half, jijts. Doe maar. Klaassen. Nu is het voorbij. Oh nee. Jongen. Oh, leuke pot. Ja, oh, dit was een mooi potje. Nou, dat is aan beide kanten weer ik mij alsnog. Mooi potje. Hopen dat dit soort resultaten ook in de Eredivisie mogen zijn, dit soort wedstrijden. Ja, de vijfde wedstrijd in het seizoen is het al hoor, Ajax PSV. Het is wel een leuke wedstrijd. Maar ja, jongens... Siem jongens, Siem had de kansen. Godzo. Maar jongens, dit is dus het einde van de poolfase. Dus Michel en ik zijn ons nog door. Ik ben benieuwd tegen wie je komt. Ja, dus volgens mij moet de nummer 1 tegen de nummer 2 van de andere pool. En de nummer 2 moet tegen de nummer 1 van de andere pool. Dus... ja, we zullen dan zien tegen wie we moeten. Dus vergeet natuurlijk niet een like achter te laten. Abonneer op onze kanaal. Ik zie jou weer in de finale trouwens, hè? Ja, ik hoop het wel. Ja, we zullen zien. Maar abonneer op onze kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan tot voor de video, jongens. Later. Dankjewel, hè. Later. Ja, een echte outro is niet meer echt nodig. Want mijn collega-YouTubers hebben alles al verteld eigenlijk. De nummer 1 gaat tegen de nummer 2 spelen in de halve finales. Die zijn te zien op het kanaal van Matthijs. Oftewel, Hazelhoes. De links staan allemaal in de beschrijving. Ze zijn dus nummer 1 en 2. Maar ja, dat was vooraf al bekend. Vergeet natuurlijk niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Maar dat hadden ze ook al verteld. Dus ja, eigenlijk heb ik niks meer te zeggen. Wil ik jullie alleen maar zeggen tot volgende week. Want dan is op dit kanaal de finale te zien.